Dag beste kijkers thuis, mijn naam is Evert ten Apel en ik heet u van harte welkom vanuit de Johan Cruijff Arena. En vandaag gaat het dus tussen Ajax en PSV. De wedstrijd van vandaag gaat tussen een thuisploeg met de meest productieve aanval van het seizoen. En een uitteam dat over de best presterende verdediging beschikt. Ja, wie van de twee zal dit winnen? Ah, ik vind het lastig te voorspellen, Evert. En dat maakt het allemaal wel erg spannend. Dit is een team dat graag druk zet over de gehele linie. Als tegenstander heb je dan weinig tijd om de bal rond te spelen. Kunnen we dat vandaag ook verwachten als je naar de opstelling kijkt? Ja, zeker Evert. Ja, het is toch een kenmerk van dit elftal. Vroeg druk zetten, de tegenstander opjagen. En dan alle kleine foutjes afstraffen. Ja, en dan kan het een mooie wedstrijd worden voor dit elftal. En hier zien we de beginopstelling van PSV. Is het opvallend dat de trainer dit systeem hanteert, Jury? Nee, op zich is 4-3-3 een veelgebruikt systeem. Kijk, hij heeft ook natuurlijk de spelers ervoor. Hè? Hij heeft buitenspelers die een man opzoeken, die een goede voorzet hebben. Ja, dan zou ik ook met dit systeem spelen. De scheidsrechter kijkt op zijn klok en Ajax mag gaan aftrappen. De Jong. Schöne. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? De bal wordt in het strafschopgebied gebracht. Nusayir Mazraoui. En die bal is opgeruimd. Steven Bergwijn. Er komt een inworp aan van Ajax. Nusayir Mazraoui. En het spel gaat weer de andere kant op. Kijk nou! De keeper heeft hem. Daar hoefde hij niet veel voor te doen. Slordig gespeeld. Met de bal in de positie die gevaar kan opleveren. Hij onderbreekt de aanval met die actie. Van der Beek. David Neres. En het balbezit is voor de tegenpartij. Wat gaan ze doen? Steven Bergwijn. De bal gaat mooi rond. Ze vertrouwen erop dat er een keer een gaatje valt. De tegenpartij wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Al is het nog niet heel erg dreigend. Van der Beek. Schöne. Hakim Ziyech. Dusan Tadic. Dat lijkt een prima steekpaas. Geweldige kans hoor, maar al even geweldig gekeerd door de keeper. Ja, geweldig gepakt inderdaad. Schitterend gekiept. De bal wordt voor het doel gebracht. Die bal lijkt wel de juiste lengte te hebben, maar de tegenstander weet hem toch weg te werken. Van der Beek. De Jong. De keeper hoeft niet eens in actie te komen, want de bal wordt geblokt. Ajax kan die bal gaan voorgeven uit de hoekschop. Ze kiezen voor de lange variant. De bal komt diep, maar de tegenstander weet de bal toch weg te werken. Nicolas Tagliafico. Hij is door aan de zijkant en kan nu voorzetten.
Het gevaar wordt afgeslagen. Pablo Rosario. Hendricks. Gaston Guerrero. Pablo Rosario. Schöne. Op dit niveau mag je toch verwachten dat ze een bal in de voeten van een medespeler kunnen schuiven. Irving Lozano. De tegenstander weet de paas eruit te halen. De Jong. Een lange bal om het spel open te breken. Een groot gat op de vleugel en dat biedt kansen voor Ajax. Van de Beek. Dusan Tadic. Wat een vaart. Die gaat richting de cornervlag. Hakim Ziyech. Schöne. Ziyech. Tadic. Dit is een grote kans hoor. De doelman redt en heeft de bal klem. Nu een snelle voortzetting. Hij is er doorheen. Oei, riskant die sliding, maar hij komt erbij weg. Van de Beek. Schöne. Hakim Ziyech. Een groot gat op de vleugel en dat biedt kansen voor Ajax. De bal wordt in de 16 gebracht. Hij werkt de bal. De scheidsrechter fluit bij een ruststand van 0 tegen 0. PSV trapt af. De tweede helft begint. Gaston Guerrero. Irving Lozano. Wordt dit wat? Ja, hij zit er goed bij en heeft de bal te pakken. Prima redding. Tadic. David Neres. Bal in het strafschopgebied. De keeper krijgt er nog een handje achter. Uitstekend ingekopt hoor. Nou ja, het antwoord van de keeper is zo mogelijk nog indrukwekkender. De paas wordt eruit gehaald. Gevaar voorbij. De bezoekers staan onder zwaar. Die bal lijkt op maat. Gered. Buitenspel volgens de scheidsrechters. Anders had hij gezeten. Wie gaat er hier invallen bij Ajax? Hendricks. Steven Bergwijn. De bal wordt kalm rondgespeeld op zoek naar een gaatje in de verdediging. Strafschop, geen twijfel mogelijk. Strafschop, de stand is nog gelijk. Maar de kans is groot dat dat gaat veranderen nu. Ja, als die bal erin gaat, dan komen ze achter te staan even. De trainer van PSV achter tijd voor een wissel. En de bal gaat erin. En die strafschop belandt in het net. De penalty gaat erin. We gaan nog een keertje kijken naar die goal.
Hier in de tweede helft zijn we net getuigen geweest van het eerste doelpunt van de wedstrijd. Nicolas Taliafico. De Jong. David Neres. Een groot gat op de vleugel en dat biedt kansen voor Ajax. Ja, dat kan iets worden. Hij heeft steun genoeg. Hij werkt die bal weg. Ajax scoort wel vaker uit een hoekschop. We gaan eens kijken. Deze ploeg staat voor en gaat wisselen. Met een frisse speler erbij kunnen ze de voorsprong natuurlijk makkelijker vasthouden. De bal wordt in de 16 gepompt. Die bal weet geen medespeler te bereiken. De verdediging ruimt op. Lasse Schöne. Zo te horen mag hij van het publiek wel gaan schieten. Hakim Ziyech. Dat was op het tippetje. De Jong. Hakim Ziyech. De Jong. Wat een vaart. Doelpunt. Ze maken de achterstand ongedaan. Wat gaan we hier allemaal nog beleven, man? Het kan nog alle kanten op. Ik ben heel benieuwd of beide ploegen nu vol voor de overwinning zullen gaan. Zou hij hebben geoefend met zijn zwakke been, Juri? Want hij scoort er toch maar mooi mee. Nou, dat is wel een beetje de wet in het voetballen. Dat als je daar dan op traint, dat je daar dan ook de vruchten van gaat plukken. En dat zie je hier, hij scoort. Nog 20 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. Steven Bergwijn. De Jong. Lasse Schöne. Hakim Ziyech. Nicolas Taliafico. De bal komt voor het doel. Nee, de voorzet komt toch niet aan. Die bal is weg. Hakim Ziyech. Hier heb je hem weer. Daar is het schot. Wat een geweldige redding van de keeper. Corner. En dan kan het spoken voor het doel, hoor. Diepe corner. Opgeruimd staat netjes, denken ze in de achterhoede. Dat is dé kans op een voorsprong. Ze doen er alles aan om aan de leiding te komen, maar voorlopig blijft de stand gelijk. Hebben we nog te gaan. Diep. Prima gestoken, zo lijkt het. Dat was geen aanval die we terug zullen zien in de samenvatting. Goede aanval, maar de bal is nog net niet bij hem. Nou, dat kunnen nog spannende laatste minuten worden. De ploeg die nu scoort, kan er toch wel vanuit gaan dat ze gaan winnen. De Jong. Hij zorgt ervoor dat het gevaar weg is. Labiat. Danny de Wit. Gevaar geweken, de bal is weg. Hij heeft veel oog voor zijn ploeggenoten en zijn passes zijn uitstekend. Hij heeft een sterk schot in de benen. Vlak voor het einde nog een grote kans om alsnog met de overwinning aan de haal te gaan. De teams staan gelijk na 90 minuten.